Nou, we staan hier met de schaapsgeer die vandaag hier actief bezig is. Kan je iets vertellen hoe je te werk gaat? Ja, je pakt altijd zo'n schaap pakkie en dan zet je hem op zijn kont. Ja, maar het is niet zielig. Dan kan je ze gaan zijn vlakje gebruiken voor een bol, hè? Ja, zielig. En dan scheer je bij zijn nek ga je beginnen. En dan tot aan zijn voorbenen en dan dat je geen plooien krijgt. De baan. Kijk, jij ook een kipje? Ja, ook een kipje. Wil jij ook een kipje? Ja. Hè? Oh, kijk eens. Weet je wat je daar van gaat maken? Ja, die zat warm. Een dikke week. Je hebt soms wel eens een schaap wat tegenwerkt. En dan leg je hem eerder op zijn zij. Maar ik doe altijd eerst van zijn hoofd tot aan zijn voorbenen. En dat daarna is het kruiseren van. Ja, dat is niet. 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 Wil jij wel? Wil jij niet? Dus ja, dan gaat het. En dan, ja, dan leg ik hem op zijn zij en doe ik eerst de ene zijkant tot aan zijn staart. Laat hem op eerst op zijn kont zitten, voel ik zijn nek. Totdat ik zijn voorbenen ben. Dat ik zijn voorbenen een beetje uit heb, dan ga ik hem op zijn zij leggen. Hij is wel gewillig, hè? Ja, nee, niet dit schaap. Huh? Niet dit schaap. Makke schaap. Nee. 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 En dan zet ik hem eerst weer overeind, weer op zijn kont. En dat het schaap dan gewoon weer goed blijft. En dan leg ik hem pas weer op de andere zij, want je mag hem niet overrollen.
voor die darmen, zeg maar. Anders komt er een kniet in. Dus ja, je moet kijken hoe het schaap reageert. Even kijken wat er gebeurt. Hij heeft een heel lange paard, zie je? Oh, dan een paard is hier. Wie heeft er ook een lange staart? Ik zag net dat je had de eerste een, die was erg moeilijk, die wilde niet. En de ander liep achter je aan zo van, ben je al klaar? De ene schaap is makkelijker dan het andere schaap. De ene geeft zijn eieren meer over. Dit schaap wat van daarnet was wat moeilijker. Ja, en dan moet je gewoon met beleid doen. En dan kijken hoe die erop reageert. En je moet altijd goed opletten op de plooien. Mensen, ik doe het als hobby. Mm-hmm. Ik vind het gewoon, ik heb zelf een paar schapen. En ik werk in de voer, zit onder de mensen met dieren en dus is het gewoon leuk. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het ook leuk dat de stadse kinderen hier voor het eerst zien wat zo'n beest is. Ja. Dus daar vind ik het wel leuk. Ja. Ik wil slapen. Hallo.
Heb je de schapen gezien? Ja, ik heb het. Mama. Ah, lekker aan stappen. Mama. Oké, goed zo.